Ja, ik ben er gewoon stil van. Ik ben bij elkaar eigenlijk. U ziet er wel heel gelukkig uit, moet ik zeggen. Ja, een rode kop, denk ik, maar... Oh. Het is een fantastische dag vandaag, want we hebben de mijlpaal bereikt van 40.000 leden. Ontzettend bedankt voor jullie steun. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog 10.000 leden nodig om Poont in de lucht te houden. Dus als je nog niet lid bent, doe dat dan nu en klik op de link bij de video. We zijn er bijna! Dat mag weer geen neus worden, klein worden. Kijk! Dat is klaar taal. Ja toch? Rutte gaf het al aan. 1 juli gaan de bordelen weer open en mag er weer geneukt worden. Hier in Leeuwarden vieren ze dat groots en gaan ze om klokslag 12 uur open. En wij zijn hierbij. 3, 2, 1, we zijn open! Ga je zo als eerste doen als je hier binnen bent? Ik ga sowieso eerst kijken wie al die dames zijn. Want er zijn een aantal nieuwe. Er zijn ook een aantal die waren hier al. Ja, hoera! Danny, er mag weer geneukt worden. Yes, eindelijk! Na 3,5 maand dicht te zijn we geweest, het mag weer. Finally, it's open again. Are you happy about it? Yes, I'm very happy, finally. Yeah, how you say, it's open, I'm very happy. And after 3 months and half, so I'm very happy that we start again to work, so. And how was it for you to be 3 months without clients? Oh, was very difficult. Ik kan weer een beetje geld verdienen. Ja, want jij zaak heeft 3,5 maand stilgestaan. Veel klanten zijn over de kop gegaan. Jij had een buffer. Ik heb zuinig geleefd, dus ik kon wel eventjes rondkomen, maar het was niet makkelijk. Nee, en in eerste instantie zouden de bordelen gesloten moeten blijven tot september. En toen was het in één keer, ja, 1 juli mag het al. Ja, ik was blij verrast in dit geval met meneer Rutte, dat er in één keer zei, alle standjes mogen weer. Dus ja, ik viel bijna van mijn stoel af. Dan gaat het wel helpen om die 1,5 meter afstand te houden. Nou, hier binnen wordt het wel moeilijk, want ja. Je gaat, zeg maar, ja, waarschijnlijk vrijen. Je gaat neuken. De kamer delen inderdaad, ja. met iemand anders. Dus of je dan die 1,5 meter kan... Ja, dat ga je gewoon niet houden. Ja, want heel lang mocht er bijna niks, hè? 1,5 meter. Maar nu kan het beffen, pijpen, neuken. Alleen, ja, ik geloof dat hij over pijpen nog zei dat je voorzichtig moet zijn. Ja, voorzichtig moet zijn. Ja, leg dat maar uit. Het is heel raar. Ik zeg, in één keer mag alles. Eerst mocht helemaal niks. En nou in één keer is alles weer vrijgegeven. En in principe zijn er geen restricties opgelegd bij de dames. Dus ik vind het bizar. En zijn de prostituees bang om corona te krijgen of voorzichtiger? Eigenlijk denk ik dat dat wel meevalt. Ze zijn meer blij dat ze gewoon in één keer weer mogen werken. Want ja, de centjes van de prostituees die waren al helemaal op, want die hebben geen steun gehad. And is it strange that here, for example, in the corridor you have to keep 1.5 meter yes, distance? Of course, yeah. And here you can fuck and, you know, do oral sex. Is it a bit strange? Yes, it's a little bit strange. Yeah, of course it's strange. Yeah. You know, okay, can touch me, can... But can kiss me. Zo meneer, u kwam net Eroscentrum uit. Hoe was het om na corona weer volop te kunnen voelen? Ja, geweldig eigenlijk. Ja. En ik ben er gewoon stil van, heb ik het idee. Maar het was geweldig. En ik denk niet alleen aan mezelf, maar natuurlijk ook aan de dames natuurlijk die het werk doen. Die hebben ook geen inkomsten gehad. En ja. Ja. Het geld rolt nu weer. Ja, en zo hoort het ook in het leven. Ja, genieten van het leven en ik ben er gewoon stil van. Ik ben back-up eigenlijk. U ziet er wel heel gelukkig uit, moet ik zeggen. Ja, een rode kop denk ik, maar... Oh. Denk je dat de verzoekjes van klanten ook zijn veranderd omdat ze zo lang op een droogje hebben gestaan? Er zullen er ongetwijfeld een hoop zijn die een hoge nood hebben, maar ik krijg ook wel telefoontjes van klanten. Ja, wat mag niet? Moet ik een mondkapje op? Mag ik een mondkapje op? Mag de dame een mondkapje op? Moet de dame een mondkapje op? Het mondkapje is toch wel een gesprekstof op dit moment voor de klanten. Wat een gekkigheid, hè? Ja, het gaat nergens over. Ik zou zelf andere vragen hebben met god welke standjes, maar het mondkapje is echt hot. Daar binnen, dan moet je je aan 1,5 meter houden in de gang. Ja. Maar in de kamers kan je wel doen alles wat je wil, alle standjes. Ja. Is dat gek?
Ja, op zich is dat heel gek, maar op dat moment sta je daar niet bij stil. Ik tenminste niet. En, dan is het gewoon gaan en gaan genieten. Gaan met die banaan. Ja. Oh, sorry. Ja.